Hola a todos y bienvenido a una vlog nuevo. Denk ik dat het is. Ik heb nog maar één les gehad Spaans, hè. Nu kan ik het natuurlijk nog niet perfect al, hè. No perfecto, hè. Kijk! Hola! ¿Qué tal? Kijk! Ja, we zijn er weer alle drie bij, klaar voor een nieuwe vlog. En we hebben natuurlijk ook een vraag van de week. En de vraag van de week is... Hoe zit het met jullie amandelen? Oei. En dat vond ik een supergoeie vraag. En het antwoord op die vraag krijg je voor het einde van de vlog. Sowieso. Dat is wel heel speciaal deze keer. Je zult het wel zien. En ondertussen, like je geven, hè? Ja. Veel plezier met de vlog. Veel plezier. We zijn weer op trot. Ik ga mijn patroon halen. Wie gaat je halen? Padrone. Padrone? Nee, padron noemt dat. We moeten dat binnenbrengen bij onze advocaat. Ja. Zie. Dat is weer een stapje verder in de immigratie. Dus nu zijn we onderweg naar het centrum, naar het gemeentehuis, ja. Waar we alles moeten gaan regelen. Zie, het gemeentehuis. We zijn al eens naar het gemeentehuis geweest om alles aan te vragen. En dat was allemaal in orde, maar ze gingen het ons nog doorsturen per mail. Wat is niet gebeurd dus? Nee, want we zijn 2 weken later en we hebben niks gekregen via mail. Dus, maar je zei toen ook, ja. Je kunt ook altijd langskomen. En waarschijnlijk gaan we dat wel doen nu. Ja, dat zijn we aan het doen. Dat zijn we aan het doen. We gaan dan maar langs. Dus het is op zijn Spaans, hè? Waarschijnlijk. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd of het er nu gaat zijn. Ja. Of het in orde is, en dat is te hopen van wel. Kijk, we zijn staan er al. Op dezelfde plaats. Weet je nog, in april, met de stoet, met de paasparade, die er niet was, ja. We stonden weer ook. Ja. Niks zien. Ja. Maar het is wel open. Ja? Want gisteren was het feestdag en ze maken geen brug. Allee, dat is goed. Maar binnen dan. Hola, Español. Hier sta ik terug. Zonder padron. Dezelfde papieren als dat ik ben binnengegaan. En het was niet gelukt. Vonden ze ook heel raar. Ja. Er stond in hun systeem dat wij nog gingen terugkomen voor details. Moet ik geen details meer geven? Ze weten alles al. En hij zei zelf ook van, ja, ik wist zelf eigenlijk ook niet wat je nog moest komen geven. Ja. Dus daarmee dat we waarschijnlijk ook geen e-mail hadden ontvangen. Ja. Maar nu, en de padron werkt niet. Vandaag werkt de padron niet. Of course, natuurlijk niet. Dus maandag... Tussen 8 en 11, of 8 en 10 heeft hem gezegd, gaat je sowieso een e-mail ontvangen. We houden jullie op de hoogte of dat zo is. We zullen nog een paar dagen geduld moeten hebben. Maar nu gaan we wel moeten naar onze advocaat voor die papieren al binnen te brengen. En al melden dat we maandag het via mail gaan versturen. Ja, want dat is wel belangrijk voor alles in orde te krijgen. Ja. Dus, ik vind dat ook heel vervelend. En we krijgen ook geen mail dat we iets moesten nog nodig hebben. Nee. Dat is heel raar. Dat is ook wel een beetje typisch hier, denk ik. Hè? Zo van, dat staat dan in het systeem dat er nog details moeten komen, maar niemand laat ons weten dat we dat moeten komen doen. Nee. Dus we wachten dan maar dat je nog eens langskomt, denk ik. 2 weken zitten daartussen, ja, kijk. Ja. Goed, nu hopen we dat de advocaat zegt, geen probleem, Rando en Glenn. Don't worry, want dit is hem, hè. Don't worry, guys. It's all okay. Allemaal in het Engels trouwens. Heel fijn, heel fijn. We hebben goed geholpen op het gemeentehuis. Ja. Dat gaat, heel goed. Het is al de tweede keer, hè. Want de eerste keer een man in het Engels, tweede keer man Engels. Heel fijn, 2 keer een andere man. Mooi bien. Si. Dus nu op naar de lawyer. Op naar de lawyers. Zijn we er bijna? We zijn. Bij de abogado. Abogado is? Advocaat, hè. Si. Hola, Tanja. En? Ja, we moeten weer wachten. Niet goed, hè? Ja, niet goed. Ja, zij kan ook niet verder. Zij kan niet verder, maar ja, zij zegt ook van, wacht maandag af, zoals we net zeiden. En dan komt alles wel in orde. Als je de mail binnenkrijgt, je zendt het me direct naar mij, zegt ze, en dan komt het wel goed. Soms vraag ik mij dat ook af, je hebt zo toch mensen...
die immigreren en er loopt altijd zo van alles mis. Of, dit is ook zo'n moment dat ik denk... Ja, eigenlijk, ja, dat is niks mislopen, hè. Ja, weet je, het duurt lang en ja, we gaan ons wel informeren en we proberen het wel allemaal te begrijpen. Ja. Maar je moet er toch wel wat achter zitten, zo toch ook. Als je dit wat laat wat aanslepen, ja. Ja, ja, dat klopt. Maar weet je wat ik altijd me denk? Ik maak me geen zorgen in de zin van... Als ze hier niet verder kunnen, kunnen wij voor de rest ook niet verder. Dus dan moeten wij andere mensen ook nog niet contacteren. Ja, nee. Snap je? Ja. Wij contacteren pas de volgende stap als deze stappen. Ja. Dus geen probleem. Stapje na stapje. Kijk, en nu zijn we hier in de markthal. Dat had ik al eens gefilmd. Maar dan op vrijdag. En die is leeg. Nu is het leeg. Kijk. Morgen vroeg is het hier volle bakken, joh. Morgen vroeg is het volle bak. Volle bak. Kijk, nu is het toe. Alles is nog leeg. De standjes zijn nog toe. En morgen is het weer markten. Mette. Gaat je komen weer? Ik denk het wel. Het zal zien aan het weer, want ze geven regen, heb ik gezien. Kende dat? Regen? Dat valt zo uit de lucht. Kistke voedierla. Nattigheid. Dus, komt goed. Dat komt niet goed. We hebben beslist dat we ook nog maar snel langs de winkel gaan. Voor frietjes. De frietjes zijn op. Half. Een halve zak hebben we nog, dus daar gaan we niet mee toe komen. En we moeten frietjes maken straks weer. Ja, het is vrijdag, hè. Dus we nemen jullie mee naar de supermarkt in Pinosso. Dat doet je graag, hè? Ik doe dat heel graag. Dat is het liefste wat je doet. Moeten we een karretje? Dat weet ik niet. Ja. Moet je een karretje? Ja. Het is druk in de consum. Oh, altijd hier. Kom maar, we slaan. Altijd in deze winkel. Je zit al te ver. Ze zijn verplaatste fietsen. Je kent de weg niet meer. Jawel, die liggen hier liggen. Ziet, ze zijn verplaatst. Oei. Ah, hier. Oh, ik was wel bang dat er geen meer waren. Jawel, nog hele zakken. Hele zakken? 1,95 en 1,90 euro. 5 cent verschil. En het zijn dezelfde zakken. Dus dan moeten we van 5 cent nemen, hè. Weet je wat het verschil is? Nee. Corte Pino. Sí. En Corte Casero. Kleine frieten en lange frieten. Ah, wat is het goedkoopste? De lange? De korte. De korte? Allee, fijne. Fijne frietjes of dikke frietjes. Ah. Zo is het. Ja. Dus? Moet je zien. Pak we die goede kopen. Fijne. Fijne friet. Fijne friet. Je kunt er niet mee weggaan of je hebt ook crème bij. Ik kom alleen voor de frieten en jij moet weer Magnum hebben. Ik ben een dessertje aan het kiezen. Ja. Kijk. Jij bent een dessertman, hè. Ze hebben heel veel keuze in ijsjes hier ook, hè. Wist je al? Ja. Kijk, ze hebben ook de grote merken, maar ze hebben ook de goede kopere merken. Zie. En ik kies voor vandaag de goedkopere merken. Want die zijn ook lekker. Ja. Kies ik vandaag. Het is daar. Heel veel keuze aan ijsjes. Heel veel keuze aan ijsjes. Dus ik heb mijn ijsjes gekozen. Ja. Heb ik tenminste een dessertje. Je moet niks zeggen van mijn crèmekes. Ja, ik moet saucisse hebben. Ah. En we hadden, weet je nog dat we op de markt hadden gekocht? Ja. Een miskoop. Een miskoop? Het Oei. Ene was lekker en die andere, ik sneed daarvan af en... Een rare smaak. Ai. Mis. En als je zo'n grote ring, ja. Maar ik eet dat toch op, hè. Dat krijgt me niet klein. En heb een zakje. Oh. Weet je wat straffen is? Wat is het straffen? Hoe langer dat je in de kalmte woont, hè, hoe minder dat je tegen de drukte kunt. Ja. En nu was het druk in die winkel en daar kun je ook niet meer tegen. Nee. En ik heb het gevoel, hè, die Spanjaarden, hè, die kunnen daar eigenlijk ook niet tegen. Maar toch zijn ze druk in de winkel. Maar het was heel druk, hè. Oh. Er waren zoveel mensen en dat ging niet vooruit. Niet vooruit. En weet je... Iedereen kent dat wel. Dan zeg je, daar, die rij. En dan staat in die rij te wachten. En dan zie je links, die andere rij rapper. Kom, we gaan naar die andere rij. En natuurlijk is het dan weer langer. Want dan zie je al die mensen die, waar je eerst stond, zijn al lang buiten en jij staat daar dan nog. Overal. Dat is in een luchthaven zo. Dat is in een supermarkt zo. Dat is overal. Ja, je hebt toch je saucisjes. Saucis, crème, frietjes. Het was weer een gezonde editie van de winkel. Ja, het is ook weekend, hè. Dat is zeker. Mens mag toch iets hebben? Je kunt toch niet altijd leven van de appelen en de... Ah, dat ging zeggen van de liefde. Leven van de liefde? Ja. Dan beginnen we over een heel ander onderwerp. Dan zet de camera maar af. Tot zover het uitje.
Naar het dorp. Naar het dorp. Wat gebeurt er hier allemaal? De boer is hier. Eindelijk. Eindelijk. Nou ja, we hebben daar nog brandhout liggen. Allee, brandhout. Dan met een bouw. Ja. Van ons mag je dat mee hebben, hè? Maar jij moet dat gaan uitleggen. In het Spaans, hè? Spaans, Catalaans of Valenciaans. Maar ja. Je zit toch op les? Ja, Spaans. Hoe is hout in het Spaans? Dat heb ik nog niet geleerd. Nog niet geleerd? En van, jij mag dat hout hebben en meenemen, dat kan ik niet vertalen. Hè? Het zal de hand en tand moeten zijn. Maar ja, toch goed dat hem hier is. Ja. Eindelijk. Het onkruid gaat weg zijn. Ja. En het is ook nog de eerste dag dat het minder weer is. Dus het komt echt goed uit voor die man, denk ik. Ja. En minder weer. Het is nog altijd t-shirt weer, maar... Je mens is toch dik aan? Ja. Die zijn daar niet gewend, hè? Nee. We zullen eens gaan kennismaken met de boer. Hopen dat hij een beetje Engels spreekt. En je hebt je Google Translate bij. Ja? Want ja, die boeren, je weet dat niet. Maar ja, het ziet er geen oude man uit. Nee. Dus we gaan gewoon eens even vragen of dat hem iets... Had je een slang gezien? Hier bewoog iets. Net zo'n 1000 poot uit een zwembad gevist. Hè? We zullen eens gaan kennismaken. Oké, dus we hebben heel even kennis gemaakt met hem. Hij spreekt alleen Spaans, dus voor zover dat ik hem begrepen heb, ik heb mijn best gedaan, komt hem dus nu inderdaad om het plot een beetje proper te maken, dat het winter klaar is. Ze gaan niet oogsten, want het is niet no dineros. Dus er hangt gewoon niet genoeg aan. Het is niet de moeite om ervoor te oogsten. Dat hadden we al verwacht. Dus ze gaan de bomen gewoon zo laten. Onkruid wordt nu weggehaald. En in maart, april gaat hem terugkomen kijken hoe dat de bomen de winter hebben doorstaan. Als het nodig is, gaan ze dan nog wat bijsnoeien. En dan hopen natuurlijk dat volgend jaar wel meer oogst is van de amandelen. Super fijne man trouwens. Allee, dat is wel fijner, zo'n beetje kennis maken natuurlijk ook met hem. En er is nog een tweede tractor ondertussen bezig, want zijn broer die is ook hier nu. En die is ook bezig met oogst. Dus zover zijn we dus, hè. Hij heeft wel gezegd, binnen de muur gaat hij niks doen, hè. Nee. Binnen de draad. Dus binnen de draad. Hier gaan we wel iets moeten op voorzien, want hier staat heel veel onkruid. Dat zullen we zelf moeten bijhouden, hè, jong. Ja, maar ja. Zoveel boompjes hebben we niet binnen de draad, hè. Allee, wel wat, maar... Ja, ja, maar dat is geen probleem. Want de boompjes zijn op zich geen werk, hè. Het is een rond, dus we gaan iets moeten zoeken. Dat het onderhoudsvriendelijk is. Mooi. En als goedste. Dan moeten we misschien zelf een tractor gaan kopen. Ik ken iemand die een tractor geeft. Ah, voilà. Allee, vooruit. Spreekt uw connecties nog eens aan. Ja. Maar ik wist niet meer of dat tractor nog werkte. Oei. Ja. Dus dan moeten we eens... Want die hebben een olijfgaard. Ah ja. Met een tractor. Kijk. Nog een tweede. Dat is goed, hè. Vele handen maken lichtwerk. Het zijn Hermano, zei hem. Ja. Het zijn een broer. Dus, Hermano. Hermano, en hij zei ook, heeft zijn Ferrari bij. Ja. Zei hem. Ja. Dus kijk, nu is er daar eentje bezig. En daar eentje bezig. Het is echt landbouwbedrijf. Het is dag van de landbouw. En wat we ook niet wisten, dat heeft hem net ook verteld. We hebben de grond gekocht
Van zijn moeder. Van zijn moeder was de grond hier. Ja. Dat is eigenlijk logisch, hè, dat dat zo in de familie zit allemaal. Hè? Dat is zeker, dat is zeker. Alleen hebben we straks een proper aarf. Klopt. Fijn, muy bien. Nu ben ik blij, hè. Content, hè. Eindelijk. Dat kunnen we ook weer afvinken op onze lijst. Ja. Maar ik ben blij. En het is ook heel vriendelijke mannen. En fijn dat dat in de familie blijft. Dat die dat ook komen doen. Ja, ik vind dat ook. Van wie we het plot gekocht hebben van de dames. Dus dat is wel... Dat geeft een... Allee. Dat geeft een fijn gevoel. Dat is zo niet dat je zoiets... Hoe moet ik zeggen? Dat ze het afgepakt. Ze verkochten het wel. Maar je weet dat dat van Spaanse dames of een Spaanse oude familie is. En nu komen die zonen dat nog onderhouden. Dus ze hebben nu nog iets... Dus ik vind dat wel een... Ja. Een plezant gevoel eigenlijk. Dat is raar om te zeggen misschien, maar ik vind dat wel een... Ja, dat geeft een goed gevoel. En toch ook zo weer iets dat van de lijst kan geschrapt worden van... Dat Klopt. Is ook in orde. Ja, he, dat inderdaad. Dat gebeurt toch. Nu hebben we er ook mee gepraat en ze weten... ze komen zoveel keren. Nu moeten we niet meer achter zagen. Ze komen wel. Ja. Zo... Ja. Ja. Muy bien. Fijn, hè? Heel fijn. Het Spaanse leven, jong. La vida loca. La vida loca. Ja, we hebben ook al gevraagd, dus zouden we niks drinken? Nee. Beber, dat kennen we al, hè. No, aqua. Hij had aqua bij. Ik zeg Tinto de Berano, no, no. Gin tonic, no. Whisky cola, no. Zeggen ze, no, no, no. Ik zou nooit nee zeggen. Kijk hoe mooi, hoe plat is, hoe mooi geharkt. Doet goed, hè? Ja. En je moet er niks voor doen. Nee. Ze hebben nu al weinig oogst, maar ze zouden oogst op dat krijgen. Tuurlijk, tuurlijk. Dus ze moeten niet voor niks doen in principe. Zeker. Maar hij doet heel goed. Allee, ze doen het allebei heel goed. Het waren wel vriendelijke boeren, hè? En ik vond dat heel fijn dat dat nog een beetje zo gelinkt is met de aankoop van de grond. Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk, dat wisten we niet, hè? Nee, dat was een verrassing. Dat was een verrassing toen ze dat zeiden, ja. Dus we hebben eigenlijk ook al meteen een antwoord gegeven op de vraag van deze week. Hoe zit het met de amandelen? Je hebt het gezien. Dus dat. Die vraag kwam op het goede moment. Zo is dat. Alsof het zo moest zijn. C'est la vie. Als je nog niet geabonneerd bent op ons kanaal, vergeet zeker niet om je te abonneren. Misschien heb je ook wel een leuke vraag voor ons die je echt nog heel graag wil weten. Stel ze dan in de reacties hier onderaan. Zie. En natuurlijk een like geven aan de vlog. Dat is toch het minste, hè? Dat is makkelijk ook, hè? Ja. Gewoon klikken. Op duimpje. Gewoon klikken. Op duimpje. Op duimpje. En dan zeg ik alvast een fijn weekend. Fijn weekend. Geniet ervan. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Adios. Adios.